We gaan deze les een kijkje nemen naar het begrip functies en methodes. Zoals u ondertussen al weet, bestaat een formulier, of de code van het formulier, wordt geschreven in een klasse. Het formulier FRM in eerste applicatie, waarvan dit de design is, die we in een vorige les gemaakt hebben, die omvat de code en die code die zit in een klasse, de klasse met dezelfde naam als het object van het formulier waar het zich bevindt. Als ik hier naar de eigenschap van naam van die formulier ga kijken, komt dat overeen met dezelfde eigenschap, dezelfde naam van die klasse. Die klasse bevat in feite een heleboel zaken. Die bevat eerst en vooral een aantal eigenschappen, dat hebben we gezien, waarbij dat je de grootte, de hoogte, de breedte van een formulier kon wijzigen, de naam, de titel en zo verder konden wijzigen. Dat zijn alle eigenschappen van je formulier. Maar we hebben dus ook een aantal functionaliteiten die gegoten worden in methodes en functies. Vorige les hebben we het gehad over events, gebeurtenissen. En om dat te doen hebben we eigenlijk, om eventjes te herhalen, linksboven ons besturingselement gekozen en rechts het juiste gebeurtenis die aan dat besturingselement moet gekoppeld worden. Per keer dat je dat doet, krijg je van Visual Basic gratis en voor niks een methode. Die methode, bijvoorbeeld hier het clicked event van die knop btn click me. Hoe zie je dat het een methode is? Door de kernwoorden private sub en nsub. Je ziet hier dat we 4 methodes hebben, private sub, nsub en zo verder. Eentje voor het klikken op de knop, voor het sluiten van de vorm, voor het opladen van de vorm en eentje voor het drukken van een toets in het tekstvak. Het leuke aan die methode is om je code overzichtelijk te houden, bestaat die code uit minnetjes en plusjes en dan kan je in feite die methodes individueel gaan verkleinen en vergroten. Hier zie je bijvoorbeeld onze klasse Mijn Eerste Applicatie met daarin dichtgeklapt de verschillende methodes. Ook die klasse kan je natuurlijk terug dichtklappen, dan zie je enkel de naam van die klasse en al de inhoud wordt eigenlijk verborgen. Als je dus terug op die plus gaat klikken, ga je de methodes terug uitvoeren. Ook heel handig visueel is dat Visual Basic een lijntje toevoegt onder elke methode. Zo zie je heel goed welke methode beperkt is en in omvang. Die methodes die we hier zien zijn allemaal gegenereerd door Visual Basic. Een methode kunnen we natuurlijk ook zelf schrijven door zelf die sub en die private sub en nsub te gaan intypen. Private sub, we geven daar een betekenisvolle naam aan. In dit geval ga ik een methode gaan maken die twee getallen met elkaar optellen en het resultaat gaat tonen aan een gebruiker. Private sub tel getallen op. Als ik op enter duw, dit is weer heel gemakkelijk, Visual Basic voegt daar uw haakjes aan toe en voegt daar automatisch de nsub aan toe. Heb je in de kernwoorden een fout gemaakt, dan gaat die nsub verdwijnen. Ook als je die nsub gaat wegdoen per ongeluk, dan gaat Visual Basic een fout maken, een fout geven, in dit geval statement cannot appear without a metal body. Dat wil zeggen dat ik hier eigenlijk een nsub ben vergeten. Goed, laten we even onze methode maken. Stap 1, declareer de variabelen. Deem A as integer, deem B as integer, deem resultaat as integer. Ik ga de variabelen initialiseren. Initialiseer de variabelen. A is gelijk aan 5, B is gelijk aan 6. Ik voer uiteindelijk de bewerking uit. Volgt. Resultaat. Oh, ik heb hier duidelijk een foutje gemaakt. De nummer stond niet op. A was 5, B was 6. Je ziet dat die fouten hier onmiddellijk aangepast worden natuurlijk. Resultaat is gelijk aan A plus B. En dan toon ik het resultaat aan de gebruiker. We hebben gezien dat we daarvoor vaak een messagebox kunnen gebruiken. MSGbox met daarin uw resultaat die een integer is, maar die eigenlijk een tekst moet worden, dus de functie cstring om te converteren. Resultaat. Ik geef daar een information voor en een titel aan mijn messagebox. Zo. De functie telgetallen op, die bevat dus een bepaalde functionaliteit die eigen is aan die methode en die gaat eigenlijk die methode gaan gebruiken om twee getallen te gaan
declareren, initialiseren, op de taalinstaat en dat aan de gebruiker te tonen. Die methode is natuurlijk momenteel nog niet gekoppeld aan een evenement. Die methode wordt nu nog niet uitgevoerd. Je hebt die dus wel geprogrammeerd, maar niemand roept die methode op om die uit te voeren. En jou dus om te gaan kiezen, om te gaan bepalen welke gebeurtenis of welk event van welk besturingssysteem dit gaat oproepen. Laten we nu eigenlijk dat in de clicked event gaan steken. Zo. Ik ga dus eerst de gebruiker laten weten dat hij op de knop geklikt heeft. En daarna roep ik die methode op die ik net gemaakt heb. Tel getallen op. En je ziet dat die methodenaam die je gegeven hebt automatisch in die lijst komt te staan. Heel gemakkelijk dus om je dat te herinneren. Je hoeft daar zelfs geen haakjes achter te zetten, hij zet ze automatisch. Wat gebeurt er dus nu als ik op die knop klik? Geeft hij een boodschap aan de gebruiker dat ik daarop geklikt heb? Voert hij die methode telgetallen op? Daarmee springt uw computer naar de methode telgetallen op. Hij gaat A en B resultaat declareren, A en B gaan initialiseren, resultaten gaan berekenen en gaat uiteindelijk het resultaat in de messagebox steken. Wanneer die functie, of excuseer, wanneer die methode uitgevoerd is, kom ik bij de nsub en dan springt uw computerprogramma eigenlijk terug naar de volgende instructie die hier in die button click me staat. Dus stel dat ik hier weer een messagebox ga zetten, u komt weer terug in het clicked event. Eigenlijk heel interessant om de werkwijze van een programma te zien. Opnieuw, hij gaat die messagebox tonen dat ik op die knop geklikt heb. Hij gaat de methode telgetallen op uitvoeren, dus zijn programma gaat dan naar daar springen. Die telgetallen op declareren, initialiseren, berekenen en tonen. De methode komt een einde en sub, uw computerprogramma springt terug naar de volgende instructie in het event van het klikken van de knop. En dat is het tonen van de messagebox dat je terug in het clicked event terechtkomt. Laten we het eventjes uittesten. Computerprogramma wordt opgestart. Welkom onze eerste applicatie. Ik ga klikken op de knop. Ik heb op de knop geklikt. Dat is deze instructie die wordt uitgevoerd. Ik klik op OK. Mijn bewerking wordt uitgevoerd. De methode telgetallen op wordt uitgevoerd. Hij toont mij het resultaat mooi zoals ik gevraagd heb. Oké. En dan pas toont hij mij terug die derde instructie, namelijk dat ik terug in het clicked event terechtkom van mijn knop. Oké. Dit illustreert dus mooi hoe dat je een programma opbouwt. Een mooi programma, dat is een programma waarbij elke functionaliteit in een aparte methode wordt geprogrammeerd. Ga dus niet al je code in een event gaan steken, nee, split dat op in de verschillende onderdelen van je programma, van je functionaliteit, en zet elk onderdeel van de functionaliteit in een aparte methode. En roep de methodes sequentieel op, afhankelijk van wat je nodig hebt. Functies lijken qua functionaliteit heel sterk op een methode, met dat verschil dat een functie een waarde teruggeeft aan de oproeper. Hier roepen we een methode op. Die methode die geeft niks terug, die gaat enkel de bewerkingen uitvoeren, het resultaat optellen en die gaat het resultaat tonen. Een functie die gaat een bepaalde waarde gaan terugbrengen. Laten we even een functie maken om te illustreren wat we precies doen. Ik ga die functie onder die klik doen, dat gaat iets gemakkelijker zijn om je dat te visualiseren. Private, en ik ga nu niet het kernwoord sub gaan kiezen, want sub is voor methodes, maar private function. Ik geef daar weer een naam op, naam aan, taal onder getallen. Op. Hij maakt daar onmiddellijk een end-function op, maar momenteel krijg ik een waarschuwing die zegt hier it doesn't return a value on all paths. Dat wil zeggen, ik geef nog niks terug. We hebben bij een functie een tweede soort code nodig. Achter de haakjes heb je de datatype nodig van de waarde van het object dat hij teruggeeft. In dit geval as en integer. Want wat gaat onze functie gaan doen? Die gaat een bepaalde twee getallen gaan optellen en die gaat die waarde gaan teruggeven. Laten we eventjes het volgende doen. Ik ga weer die a en die b declareren. Die a is integer, die b is integer.
Twee zaken nu. Eén is dat ik dezelfde naam gebruik als in mijn methode. Dat kan geen kwaad, want de levensduur van die variabele die zit vast tussen de sub en de n-sub. Dat wil zeggen, eens je de n-sub bereikt hebt, gaat die variabele, we noemen dat die variabele sterft. Als die variabele sterft op het einde van die methode, kan je nog altijd gebruik maken van exact diezelfde namen voor het maken van een andere methode. We gaan daarbij onze variabelen a en b terug initialiseren. A is gelijk aan 10, b is gelijk aan 21. En nu ga ik eigenlijk iets helemaal anders doen. Je hebt ook al gezien dat ik geen variabelen gedeclareerd heb om mijn resultaten te stockeren, zoals ik dat hier heb gedaan. Ik ga dat namelijk niet hier doen. Ik ga dat doen waar ik die methode oproep. Wat geef ik eigenlijk weer? Return. Dat is het kernwoord die je gaat gebruiken om een waarde te gaan weergeven naar de oproepende methode of functie. Return a plus b. Je gaat dus a plus b optellen en de waarde gaan teruggeven aan de oproepende methode. Hoe vang je die waarde op? Wel eigenlijk als volgt. Ik maak in mijn oproepende methode, in dit geval het klikken van de knop, maak ik mijn resultaatvariabele aan as integer. Let op, die resultaat die waarde moet bevatten is integer. Waarom? Omdat mijn methode ook een integer terug gaat sturen. Dat wil zeggen dat die a plus b ook een integer moet zijn die mijn resultaatvariabele kan ontvangen. Wat zeg ik nu? Dat mijn resultaat, dus de waarde van de variabele resultaat, moet gelijk zijn aan wat de functie tel andere getallen mij gaat teruggeven. Tel andere getallen op. Opnieuw, dit is heel eigenaardig als denkwijze, maar wat gebeurt er eigenlijk? Resultaat ga je initialiseren met die functie. Uw computerprogramma springt naar de functie function tel andere getallen op. Hier gaat hij die variabele declareren, initialiseren en bewerking. Die berekening gaat hij terugsturen en eigenlijk het resultaat van die bewerking stuurt hij terug en stockeert hij in resultaat. Als ik hier een messagebox ga toevoegen met daarin het resultaat in boodschap, dat gaat weer een information zijn. Zo, laten we dat eventjes uitproberen. Ik kom dus welkom in mijn eerste applicatie. Ik klik op de knop. Je hebt op de knop geklikt. Het event klikt op de knop is geïnitialiseerd. Ik ga naar het volgende, namelijk het berekenen van de methode telgetallen op, die die getallen gaat optellen. Klik op OK. Ik kom terug in dit event klikt van mijn knop. Dat merk ik hier aan. Je komt terug in het klikt event. En als ik nu op OK klik, gaat hij eigenlijk die variabele telgetallen op, of die functie tel andere getallen op oproepen en steekt hij zijn resultaat en die resultaat toont hij in een nieuwe messagebox. Inderdaad, 31. Zo gebruik je dus die methodes en functies. Je gaat zien dat naarmate je programma groter en ingewikkelder wordt, je veel meer van die functies en methodes gaat hebben. Het mooie van die methodes is natuurlijk dat je die kunt hergebruiken. Je kunt dus die methodes gaan hergebruiken in andere programma's, zodanig dat je niet steeds het vuur of het wiel moet gaan heruitvinden. In de volgende les gaan we kijken hoe we daar parameters aan toevoegen aan een functie, hoe dat we daarmee kunnen werken.